Hoe kan je een soda-mandaat activeren en archiveren via Mycodabox? Log in op Mycodabox. Via de zoekfunctie kan je snel de klant vinden waarvoor je de soda-dienst wil bestellen. Klik op Nieuwe soda-volmacht uiterst rechts van de naam van de betrokken klant. Je wordt onmiddellijk doorverwezen naar het soda-tabblad van de betrokken klant. Klik op Nieuwe soda-volmacht rechtsbovenaan het soda-tabblad. Klik op Sociaal Secretariaat toevoegen in het daaropvolgende pop-up scherm en selecteer het Sociaal Secretariaat van de klant uit de lijst van sociale secretariaten waar Codabox een samenwerkingsovereenkomst mee heeft. Klik op Volmacht opslaan wanneer je het gewenste Sociaal Secretariaat geselecteerd hebt. Je aanvraag wordt in de groene balk bovenaan bevestigd. Codabox zal het Sociaal Secretariaat contacteren om het SODA-mandaat te activeren. Je kan de aanvraag opvolgen op het SODA-tabblad van de betrokken klant. Dit doe je door in de klantenlijst op de naam van de betrokken klant te klikken en vervolgens naar het tabblad SODA door te klikken. In de kolom Status kan je de status raadplegen. Wanneer het Sociaal Secretariaat het mandaat geactiveerd heeft, zal de status van Not Signed wijzigen in Active. Indien je klant van sociaal secretariaat verandert, kan je het bestaande soda-mandaat makkelijk stopzetten door op Archiveren te klikken. Om een nieuw soda-volmacht voor een ander sociaal secretariaat aan te vragen, volg je gewoon dezelfde procedure die aan het begin van deze video beschreven werd. In onze uitgebreide FAQ kunt u steeds deze stappen rustig nalezen.